Die hebben de deelredactie, of de pop-up redactie ingericht, Grote Straat 56. Omlo is een plek waar heel veel gebeurt natuurlijk, of in Twente gebeurt natuurlijk sowieso heel veel. Ik zei het in de krant ook al, het lijkt wel het centrum van de wereld geworden voor ons, want er gebeuren zoveel dingen. Zoals je ziet, afvalwaterinjecties, daar hadden we net ook een bijeenkomst over. En we hebben kanaaldrama, dat is natuurlijk ook een bekend dossier hier. De uitbreiding van het XL Business Park, nou, dat komen veel mensen die dat ook noemen. Energiearmoede, mensen maken zich wel echt zorgen over de energierekening. Dus overlast van het spoor en Wierden hebben we ook nog. Ja, dat moeten we eens uitzoeken van de burgers hier in Almelo. En daar gaan we mee aan de slag. Want iedereen mag hier dus binnenlopen. Dat is... We hebben dus elke zaterdag hebben we ook nog een rondetafelgesprek over een van deze thema's. En we hebben net de afvalwaterinjecties besproken met een aantal bewoners die in het gebied wonen en een aantal deskundigen. Volgende week, komende zaterdag, gaat het over het kanaaldrama. En de twee zaterdagen daarna, dat gaan we nog bedenken waar het over gaat. We zijn hier van woensdag tot en met zaterdag, van 10 tot 6. Op donderdag tot op koperavond tot 9 uur natuurlijk, want dan lopen er ook nog wel mensen binnen. En dat doen we tot zaterdag 1 oktober. En op 2 oktober hebben we dan een radio-uitzending die we ook vanuit deze locatie gaan uitzenden op Radio 1.